Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nederland had vandaag te maken met veel bewolking. En uit die bewolking viel van tijd tot tijd ook wat lichte regen. Nou, die bewolking die heeft een oostwaartse verplaatsing. En ten westen van ons land zien we ook wel wat opklaring in dat wolkendek ontstaan. Die opklaringen komen langzaam dichterbij. En in de avond en nacht hebben we dus wat vaker opklaringen. Morgen komt ons weer wat verder naar het zuidwesten uit Bretagne en Normandië. En dan winnen de opklaringen dus meer terrein. Zien we ook vaker de zon, wel nog met flink wat hoge sluierwolken. Voor de computerberekening zien we dat als volgt uit. Eerst nog wat regen vandaag, dat trekt langzaam weg. En dan morgen loopt de temperatuur behoorlijk vlot op. En uiteindelijk komen we in de buurt van de 20 graden of zelfs iets hoger uit. Gaan we verder kijken, dan zien we het kwik in de nacht natuurlijk wat dalen naar een graad of 9 à 10. En vrijdag opnieuw oplopen naar 21 graden. Laat op vrijdag begint van het zuidwest uit de kans op onweer toe te nemen. Dat luidt dan wat wisselvalliger weer in. In detail ziet dat er als volgt uit. We krijgen een avond met hier en daar wat opklaringen, met name in het westen en zuiden van het land. Hier en daar ook nog wat licht gespetterd, een temperatuur van zo'n 13 graden. In de nacht daalt het kwik naar 10 graden. Het blijft op veel plaatsen droog. Hier en daar nog een spatje regen of motregen. En af en toe ook alweer wat opklaringen in het weerbeeld. Nou, mocht er nog wat regen vallen, is dat morgenochtend snel voorbij. Dan wordt het droog en in de loop van de dag zien we de zon vaker schijnen, wel met veel sluierwolken. De lucht is dus lang niet altijd even blauw. Maar de temperatuur loopt ook fors op. In het noorden van het land wordt het zo'n 19 graden, op de, op de Wadden een graad of 16. In het zuidoosten van het land kan het zelfs 22 graden worden. En in elk geval achten wij de kans groot dat we morgen de eerste landelijk warme dag gaan halen. Daarvoor moet het in de beeld meer dan 20 graden worden en dat lijkt wel te lukken. Ook vrijdag nog hoge temperaturen in de late middag en in de avond van het zuidwesten uit kans op een regen of onweersbui. En dan een wisselvallig weekend met temperaturen van 14 of 15 graden. Zaterdag lijkt de neerslaghoeveelheid wat meer voor te stellen dan zondag. En zondag hebben we juist net iets meer zon in het weerbeeld. De lange termijn laat zien dat we na een zeer zachte paar dagen op de donderdag en de vrijdag teruggaan naar een graad of 15 in de middag. Misschien in de loop van de week zelfs even iets lager, maar veel, uh, veel verder zakken zal de temperatuur niet doen. We zien flinke verschillen tussen de nacht en de dag. En dat betekent dat er vaak ruimte is voor opklaringen en overdag, dus voor zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.